Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Vergeet niet vast een duimpje omhoog te doen, hier beneden te abonneren. Dan heb ik een nieuwe webshop ontdekt, tenminste Temu. Geen idee, ik zal het even laten zien. Het lijkt een beetje op AliExpress en op Shein. Voor een mooie prijs allemaal leuke dingetjes. Dus ik dacht, ik ga het voor jullie uittesten. Ik heb voor €400 allemaal aan dingen gehaald. Ik heb bikinis gehaald, kleding gehaald, schoenen gehaald, hondenspullen gehaald. En dan maak ik er allemaal verschillende delen van. En dan gooi ik die allemaal online voor jullie, zodat jullie even mee kunnen kijken of het wat is. Want bij AliExpress weet ik, de spullen zijn wel oké. Okay. Kleding zou ik er nooit kopen. Was ik ook niet helemaal blij met de Shein kleding. Die vlog hebben jullie ook kunnen zien. Was niet helemaal mijn ding, dus ik ben benieuwd of dit wel mijn ding wordt. Vandaag beginnen we de shopblog met bikinis. Ik ga alle bikinis aantrekken, kijken of het wat is. Dus kijk gezellig mee. Ze zitten dus allemaal in die aparte zakjes. Vind ik hetzelfde als die Shein Shein. Die heeft ook wat van die zakjes met die ritsjes en zo. Ik heb er dus 2, 4, 6 nu om voor jullie aan te doen. Ik begin met deze. Ik weet niet waarom ik begon met deze. Zie je, schuif ze ook wel open. Het is echt precies hetzelfde als. Shein. Kijk hoe leuk glitterroze. Dat is toch cool? Kijk nou. Oh, dit is een broekje. Een hoog broekje met een strik. Ik ben echt benieuwd. En dan het topje. Oh, het ziet er heel schattig uit. Ook met een strik. En zonder bandjes. Alleen je ziet nu al dat die strik steeds gaat vallen. Kan je het verschuiven? Ja, je kan het wel verschuiven, gelukkig. Dus dit is het topje ook met roze glitter. Ik ga het even aandoen voor jullie. En dan kom ik bij jullie terug. Yes, ben ik weer. Dit is de bikini. Kijk, het topje is echt veel te strak. Zou ik ook niet mee durven te zwemmen. Ik denk als ik één keer spring in het water dat het topje helemaal hier zit. Maar ik denk, als ik zo op het strand lig. Als ik zo ga liggen op een strandbedje. Dat het echt vet schattig is. Dus ik denk dat het leuk is voor als je niet gaat zwemmen. Dan is hij wel leuk. Als je niet gaat zwemmen, dan is hij wel schattig. Want het zit best wel strak. Ik denk dat ik hier ook een rode streep van ga krijgen. Het zit best wel strak. Maar ik denk dat het leuk is voor zo op het strand te liggen. Dus ik denk dat jullie deze bikini wel gaan tegenkomen op mijn Instagram foto's. Want ik ga hem wel aandoen. Voor een Instagram foto natuurlijk. Heel cute is die toch? Misschien als je hem, ja ik weet niet. Dan zeg als je hem maat groter haalt, maar dan gaat de kans dat dit loslaat. Als je het water inspringt, nog groter. Maar het zit gewoon strak. Je voelt gewoon dat het afgeklemd wordt. Maar alsnog, ja, en alsnog, ook al zit hij strak. Ik denk als je erin springt, die gewoon poep, hier zit. Dus, maar hij is wel schattig. Toch? Echt wel schattig. Alleen is het zo'n gat. Dat hoort, maar dat is dan weer niet mooi. Ik zou wel zo het strikje erover doen. Dat je dat niet ziet. Oké, okay, cute. Volgende. Deze. Dit is het topje. Gewoon meer standaard bikini. Wel met bandjes tenminste. Oh nee, deze. Oh nee. Want normaal gaat een bikini in je nek toch? Deze gaat gewoon als een topje aan. Maar er zit ook van die glitter. Maar dan de zilveren glitters. Dit is het topje. En dit is het broekje. Ik vind het mooi dat het hier zo van die dunne touwtjes heeft aan de zijkant. En even ook van die glitter kan je zien op beeld. Dus ik ga hem even aantrekken. Zo ben jullie terug. Yes, ik heb het aan. Dit is het topje. Het topje vind ik echt goed zitten. Het zit echt stevig en strak.
vind ik echt leuk, zien jullie die glitters? Deze vind ik echt heel leuk. Maar, jullie horen allemaal, het broekje zit weer te strak. Het snijdt echt in mijn heupen. Dit is het broekje. En hier vind ik hem echt te strak zitten. Hij snijdt echt hier in mijn been. Dus dat is wel echt jammer. Je ziet het hier ook. Het knelt echt mijn lichaam af. Dus dat is wel jammer. Achterkant. Dus hier is het topje van goed, maar de bikini broekje weer niet. Net had ik het andersom. Dus eigenlijk moet ik dit topje dan dragen. Met dit broekje. Nee, dat ziet er niet uit. Oké, dan een donkerblauwe. Tot nu toe gaat het nog niet helemaal lekker, hè jongens? Ah, dit is een standaard bikini die je zo in je nek moet knopen. Maar dan met van die gouden details. Donkerblauw met goud. Hier ook. Dus topje. En bij het broekje heb je ook dit gouden bandjes. Dus dat is wel echt mooi. Als het niet weer mijn hele heup afsnijdt. Dus een maat M. En deze? Ook een M. Ik heb toch geen L, jongens? Oké, ik ga even deze donkerblauwe aantrekken. Jongens, I am in love. Deze is zo leuk en hij zit perfect. Dit is het topje. Maar deze is ook makkelijk, want deze kan je natuurlijk zelf verstellen. Hierboven verstel je hem. En dan achter bij je rug kan je hem ook verstellen. Dus daarom denk ik dat die altijd goed kan zitten. Deze moet misschien iets strakker, maar ik vind hem cool. Met hier een goud detail, hier goud. En het broekje kan je niet verstellen, maar zit perfect. Dit is het broekje. Met goud detail. Waar zit gedraaid volgens mij? Zo. Dit is de bikini. Ik moet even naar achter gaan, zodat jullie hem helemaal kunnen zien. Ze zit gewoon in mijn slaapkamer. Oh, deze tekening heb ik van Zoomer gehad voor moederdag. Ga ik die al laten zien? Super schattig toch? Echt heel cute. Oké, dus dit is de bikini. Leuk toch? Ik vind hem leuk. Ja, dit is wel echt een toppertje. Ja, dit is echt een leuke. Super. Dan een zwart met goud zie ik weer. Oh, dit is een groot top. Nou, groot. Breed topje. Die kan je ook niet verstellen. Achterkant, voorkant. Oh, bandjes. En het broekje kan je ook niet verstellen. Dus ik hoop dat die goed zit. Gewoon een zwart broekje met weer gouden kettingjes. Dit ziet ook wel leuk uit als setje, ja. Ik ga weer gaan doen voor jullie. Oké, jongens. Dit is mijn nieuwe favoriet. Dit is hem. Dit is het topje. Echt heel leuk. Met die gouden bandjes. Het zit ook perfect. Hier weet ik gewoon van, ik kan hier van de duikplank afspringen. 20 meter hoog. Niet dat ik dat durf, maar als ik het zou durven en zou doen, dan weet ik gewoon dat het goed blijft zitten. En het broekje zit ook perfect. Weer met die gouden bandjes. Ik ga weer even achter voor jullie. Echt heel leuk. Ja, dit is echt mijn favoriet. Echt heel leuk. Achterkant. Achterkant. Ja, echt heel leuk deze. I love it. Ja, ik denk dat ik hier wel echt in ga zwemmen. Superleuk. Dan heb ik er nog twee. Een roze en een vlindertjes, toch? Ja. Ik heb eerst weer roze. Er zit weer goud bij, maar dan dik goud zie je. Ik ben benieuwd als ik hiermee ga zwemmen of dit verkleurt. Ik denk het wel, hè? Maar oké, dat geeft niet. Gelukkig heb ik genoeg bikinis nu. Het klinkt heel goedkoop, hoor. Hoor je dat? Klinkt echt heel goedkoop. Oké, dit is het topje. En dit is het broekje. Ik ga het even aandoen. Ook heel leuk, deze. Kijk, ook heel schattig. De kleur is ook heel mooi.
Of je gewoon niet bang te zijn dat je me niet herkent op het strand. Jeetje, als je gewoon zegt, ik heb een roze bikini aan. Vind je me wel hoor, jeetje. En het broekje? Ook heel leuk. Toch? Heel schattig weer. Ik ga even achteren. Heel schattig dit. Ja, achterkant. Heel leuk deze. Ja, deze ga ik ook aan doen. Dus deze vind ik, ja. Ik vond die donkerblauw ook leuk. Maar ik denk deze leuker. En die zwart. Tot nu toe mijn favoriet. Ja, of deze. Ik denk dat deze mijn allerfavoriet is hoor. Ja. Dus ik vond eerst donker. Die roze zat gewoon te strak. Deze had het broekje van te strak. Toen vond ik die blauw echt cool. Maar toen zag ik die zwart. Dacht ik, die zwart is echt heel cool. En nu zie ik deze. Nee, toch deze. Maar gelukkig kan ik gaan afwisselen. Dan de laatste, de vlinder. Ik ben heel benieuwd. Want het zit van die... Ja, plaatjes ziet het er allemaal leuk uit natuurlijk. Van die franjes of zo noem je dat? Aan de zijkanten. Hier en hier. Dit is het topje. En dit is het broekje. Maar als ik hem zo zie, lijkt hij niet echt heel speciaal. Wel heel dun, dit. Maar oké. Ik ga het even aan doen. Oké, jongens, ik krijg de bikini niet aan. Dus het wordt hem niet. Ik heb dit nu aan mijn nek vast. Alleen, hier zit niks. Als ik dit wel vastmaak, dan lukt achter weer niet. Dus, een beetje slechte afsluiting, maar dit gaat er niet worden. Ik kan het niet loslaten, want dan zit ik hier in mijn blootje. Ik ga wat anders aan doen, zodat ik even goed de vlog kan afsluiten. Yes, ben ik weer. Oké, maar ik krijg het gewoon niet. Ik weet niet hoe dit werkt, dus daar laat ik het bij. Mijn favoriet is echt die roze nu. Echt heel leuk. Het broekje van heb ik er nog aan. Ja, dus wat ik wel zou zeggen is koop een maat groter. Want ik heb een M draag ik er volgens mij altijd gewoon. En dit zit wel allemaal strak, dus ik had beter een L kunnen bestellen. Behalve weer van die roze, want die roze zit wel weer perfect in een M. Dat is ook gewoon een M. Dus ik weet niet goed met de maten. In ieder geval van dit zou ik wel echt groter moeten hebben. Ja, maar dan zag ik het weer. Ik weet het niet, jongens. Het is een... Die zwarte is heel leuk. Die roze is heel leuk. En de blauw is ook heel leuk. Dus die drie zou ik nog een keer kunnen bestellen. Die zilveren niet. De roze niet. En die vlinder ook niet. Of je moet kunnen weten hoe je het moet vast kunnen knopen. Dat weet ik niet. Dan was dit de eerste deel van Temu. Dan komt er nog een deel 2. Schoenen. Deel 3. Kleren. En deel 4. Hondenspullen. Dus ben je daar ook benieuwd naar? Blijf onze vlogs volgen. Abonneer hier beneden. Dan mis je de vlogs niet. En dan zie ik jullie morgen weer. Tot morgen.